Welkom op mijn kanaal. Op dit kanaal zal ik verschillende natuurkunde en wiskunde lessen uitleggen. Ik geef hierbij korte uitlegvideo's, verschillende rekenvoorbeelden en stappenplannen die je kunt gebruiken om opgaves aan te pakken. Ik onderscheid in mijn lessen verschillende types slides. Als eerste is er een mannetje met een pen in zijn handen. Dit is altijd stof die op het niveau zit van het eindexamen. Dat is handig als aantekening in je schrift en het kan terugkomen in een schriftelijke overhoring in mijn lessen. Je hebt ook wel eens een poppetje met een lampje in zijn handen. Dat is stof die geen onderdeel uitmaakt van het eindexamen en dat is vooral handig voor begrip en afleidingen. Een poppetje met een vraagteken in zijn handen is altijd een korte intermezzo met een vraag over de afgelopen theorie. Daarmee probeer ik te controleren of je het afgelopen deel goed hebt begrepen of dat het nodig is dat je er nog een keer naar kijkt of een vraag gaat stellen in de volgende les. Tot slot zie je ook wel eens een poppetje met zijn neus in de boeken en dat is altijd herhaling van eerdere stof. En die aantekening moet je dus naar eigen inzicht maken. Het is wel examenstof, maar als het goed is heb je dit al eerder geleerd. Op dit kanaal gebruik ik verschillende rekenvoorbeelden. De rekenvoorbeelden zitten zoveel mogelijk op of boven het niveau dat je nodig hebt op je proefwerk of je schoolexamen. Oefen deze rekenvoorbeelden daarom zelf. Zet de video op pauze en probeer dan de rekenvoorbeelden te maken. Als je de rekenvoorbeelden kan maken zonder hulp, heb je goed geleerd voor het proefwerk. De rekenvoorbeelden kunnen grotendeels letterlijk terugkomen in schriftelijke overhoringen om te controleren of je de video hebt gekeken. In mijn lessen mag je je schrift bij een schriftelijke overhoring erbij hebben, dus als je de opgave letterlijk in je schrift hebt overgeschreven, kun je hem ook letterlijk beantwoorden op de schriftelijke overhoring. Ik gebruik bij de meeste rekenvoorbeelden de systematische probleemaanpak. De systematische probleemaanpak is een aanpak die je standaard kunt gebruiken bij het oplossen van alle natuurkundige opgaves om in ieder geval puntjes te verdienen. Als eerste onderstreep je de belangrijkste dingen in de tekst. Dat zijn kernwoorden, signaalwoorden en gegevens. Vervolgens noteer je wat er is gegeven en wat er wordt gevraagd. Vervolgens ga je kijken, oké, wat voor formule heb ik daarvoor nodig? Nou, als je een formule hebt geschreven, schrijf je die om. Dan ga je hem invullen en vervolgens schrijf je je antwoord op. Denk eraan als je je antwoord opschrijft dat je dat op het examen altijd doet in een volzin. Ik, echter, doe niet altijd de systematische probleemaanpak gebruiken wegens een ruimtegebrek of omdat ik hele korte opgaves erin heb zitten. Maar mocht je zelf vastlopen bij een opgave, ga dan altijd aan de gang met de systematische probleemaanpak, want bij natuurkunde krijg je punten voor alle kleine stukjes die je goed doet. Dat kun je ook zien als je de examens gaat opzoeken, dat je soms punten krijgt voor het opzoeken van een correct gegeven in BINAS, terwijl je geen idee hebt waarom je dat gegeven überhaupt nodig hebt. De video's op dit kanaal zijn gemaakt voor de Flip in the Classroom methode. Klassiek gezien doet de docent een poging tot lesgeven, maken de leerlingen met geluk aantekeningen in de les, geeft de docent huiswerk op en maken de leerlingen thuis het huiswerk of ze schrijven het over. Bij Flip in the Classroom draaien we deze rollen om. De uitlegvideo staat online, zo eentje als waar je nou naar het kijken bent, maar dan over een natuurkundig of een wiskundig onderwerp. De leerlingen maken thuis aantekeningen. De docent is in de les een coach en geeft soms een schriftelijke overhoring over de video. En daarbij mogen de leerlingen bij mij dus hun aantekeningen gebruiken, ook als motivatie om aantekeningen te maken in de lessen. En de leerlingen maken in de lessen opgaves, zodat ze thuis eigenlijk geen huiswerk hebben naast het kijken van de uitlegvideo. Tot slot. Op dit kanaal staan verschillende video's en daar kunnen wel eens fouten staan in de slides die ik heb gebruikt. Kom je een fout tegen, geef dat even aan bij de reacties en ik probeer er zo snel mogelijk op te reageren of de video aan te passen. Heb je vragen over een video? Dat is altijd welkom, zet ze in de reacties en mocht je zelf dan een vraag zien die ik nog niet beantwoord heb en jij snapt hem, beantwoord hem dan zelf even. Van elkaar leer je tenslotte het meest. Alle presentaties zijn gratis te downloaden op www.betterles.nl voor docenten en ook jij kan gewoon een pdf van alle slides gratis downloaden zonder te hoeven in te loggen. Heel veel succes met het behalen van je natuurkunde en wiskunde examen en ik hoop dat je veel aan dit kanaal hebt. Kom je een leuke video tegen en heb je er wat van geleerd? Doe dan vooral even een duimpje omhoog en abonneer je op dit kanaal zodat je altijd op de hoogte blijft van de nieuwste video's.